Goedenavond allemaal, online en hier in de studio-setting in de Tinbergenzaal van de KNW. Want ja, beste mensen, wij zijn hier live met een kleine groep, maar wie weet is de prelude voor de volgende keer en bent u er ook weer live bij. Mijn naam is Kitty Zijlmans, ik ben vanavond de gespreksleider en ook wel deelnemer. Ik heb tot juli vorig jaar kunstgeschiedenis gegeven aan de Universiteit Leiden. En het is mij genoegen om vanavond dit gesprek te mogen leiden. Links van mij Maria Barnas, schrijver, beeldend kunstenaar, dichter, columnschrijver, wat niet meer. En naast haar Jelle Koopmans, universitair hoofddocent Romaanse talen aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is de eerste van een serie van vier perspectieven over over de vrijheid van kunsten en wetenschappen. En het is een initiatief van het domein Geesteswetenschappen van de KNW en de Academie van Kunsten. En wel in de personen van Martin van Hees, de voorzitter van het domein Geesteswetenschappen, en Lisbeth Bik, de voorzitter van de Academie van Kunsten. Zij hebben de handen ineengeslagen om deze vier avonden vorm te geven. En de achterliggende gedachte is dat wetenschappers en kunstenaars allerlei overeenkomsten tonen. En een daarvan is onderzoek, het andere is nieuwsgierigheid. En dat onderzoek, daar zal iedereen het over eens zijn, dat is natuurlijk, moet eigenlijk in opperste vrijheid kunnen geschieden en ook worden genoten. Maar wat betekent nu precies die vrijheid? Wij hebben in onze voorbereidende gesprekken daar natuurlijk over gehad. Het thema voor vanavond is schurende vrijheden. Het noodzakelijk onderhoudswerk, schurende vrijheden in kunst en wetenschap. En al pratende kwamen wij eigenlijk bij vrijheid. Dat woord horen we tegenwoordig ontzettend vaak. Gisteren nog op televisie natuurlijk de reportages van de rellen wat begon als een demonstratie, maar het werd al toch wel een rel in Brussel. Waarbij ook op die banners weer stond, wij willen onze vrijheid terug. Maar wat wordt dan eigenlijk bedoeld met die vrijheid? Is dat absolute vrijheid? En wat is dat dan? Betekent dat dat je met helemaal niemand rekening hoeft te houden? Wat brengt misschien beperkingen aan? Waar laten we ons eigenlijk door leiden als we niet in termen van absolute vrijheid denken, maar meer in niet-absolute vrijheid? Dan komen we al gauw uit bij politiek correct of bij kwalificaties als woke. En dat wordt ook steeds meer eigenlijk een scheldwoord. Maar eigenlijk zit het probleem nog veel dieper. Misschien wel in de haarvaten van onze huidige westerse maatschappij. Wij willen vanuit de kunsten, de wetenschappen, maar ook het onderwijs hierbij stil gaan staan. Wij kwamen al pratende al snel op de volgende stelling. Nog de wereld van de wetenschap, nog die van de kunst is vrij. Het programma van vanavond zal als volgt gaan. Ik heb zelf eerst nog een korte inleiding om het frame te zetten, om de context te scheppen. Dan vervolgens zal Maria Barnas iets voordragen, iets performen, kan ik misschien beter zeggen. En vervolgens Jelle Koopmans. Ondertussen kunt u vragen stellen via de chat. En die vragen worden allemaal opgeslagen en bij elkaar gebracht door Annelies ten Haven. U ziet haar niet, maar ik wel. Zij zit daar en u ziet haar nu wel. En zij zal mij dan een seintje geven als er vragen binnen zijn. En dan kunnen we met elkaar in dialoog. Want dat is natuurlijk de bedoeling. We hopen op een mooie interactieve avond. Voordat ik de sprekers het woord ga geven, wij hebben afgesproken dat ik een kort fragment voorlees uit mijn afscheidsrede. En die heb ik uitgesproken afgelopen 25 oktober aan de Universiteit Leiden. En aan het einde van mijn lezing stelde ik de vraag, waarheen met de universiteit? Omdat ik mij zorgen maak over de huidige koers van het universitaire bestel. Dus ik deed een oproep.
Ik wil oproepen tot een decolonisatie van het neoliberale marktdenken binnen het Nederlandse universitaire bestel en het HBO. En de politiek ter verantwoording roepen. Willen wij onze kennis blijven koesteren en laten gedijen, ons wetend blijven verdiepen, een toonaangevend kennisland blijven, dan moet er geld bij. Want met toenemende studentenaantallen en een niet meegroeiend budget gaat het helemaal mis. Ik hoor jonge veertigers wanhopig zeggen dat ze dit niet volhouden tot hun pensioen. De werkdruk is onverantwoord hoog. We moeten af van de gekte van de groei. Maar met geld alleen zijn we er niet. Minstens zo belangrijk is een herbezinning op de rol en functie van de universiteit. Wij zijn gekoloniseerd door het managementdenken. Met rekenmodellen en business cases, outputfinanciering, prestatieafspraken en targets. Deze geïnstitutionaliseerde top-down bureaucratie helpt elk talent om zeep. Ik wil niet, zei ik toen, met negatieve gevoelens de universiteit verlaten, waar ik met hart en ziel heb gewerkt en waar ik met evenveel passie in geloof. Maar oproepen tot het ontmantelen van dit doorgeslagen systeem en weer de universitas centraal zetten. De urgentie, maar ook de schoonheid om met z'n allen, studenten, promovendi, docenten, ondersteunende staf, de wereld te doorgronden en perspectieven te ontwikkelen voor een leefbare wereld voor allen, mens en niet-mens. Dit is niet alleen belangrijk voor het WO, maar ook maar voor de hele maatschappij, voor ons democratisch bestel. Met het rendementsdenken kunnen we de complexe globale problemen niet het hoofd bieden. Integendeel, zo zegt ook Marta Nussbaum in Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. Het brengt de democratie in gevaar. Floris Cohen ziet de geesteswetenschappen als kloppend hart van de universiteit. De inspirerende krachtcentrales van het maatschappelijk debat op basis van feiten en zakelijke argumenten. Want wetenschap is niet ook maar een mening, maar is gestoeld op onderzoek en debat van een gemeenschap van kritische, creatieve denkers op een plek waar onderzoek en bevraging niet aflatend het onderwijs voedt en vice versa. Het fundamentele onderzoek van de geesteswetenschappen is bij uitstek van belang, omdat zij vragen stellen over de aard van het mens zijn. In veranderende omstandigheden, niet de kwantitatieve, maar kwalitatieve duiding van data. Zoals Bas Heijnen in een van zijn mooie opiniestukken schrijft, ik citeer: objecten, kunstwerken of gebouwen zeggen niets. Niet als je er niks van weet. Niet als je er niet in verdiept. Niet als je niet geschiedenis en context weet. Het zijn wij zelf die het verhaal vertellen over die objecten. Wij geven ze betekenis. Wij houden ze tegen het licht. Onderzoeken ze, koesteren ze en brengen ze in verband met andere verhalen. De disciplines die zich met dat verhaal bezighouden, hebben een naam. De geesteswetenschappen. Einde citaat. De geesteswetenschappen vormen metaperspectieven om de wereld te begrijpen en de kunsten laten ons nog eens oneindig veel meer mogelijkheden zien om de wereld anders te denken en vorm te geven. En ik ga nu besluiten. En hier ligt onze maatschappelijke uitdaging van nu. In het vatten en percipiëren van andere werelden, gewoontes en betekenissen zijn de geesteswetenschappen gepokt en gemazeld. En daarom moeten wij, kunstenaars in kluis, overal aan tafel zitten en ons overal mee bemoeien. Overal infiltreren. En daarom zijn er ook altijd en overal mensen nodig die het geesteswetenschappelijke en artistieke denken en ontwerpen, hoe weerspannig ook, kunnen borgen. En u zult onmiddellijk merken dat iemand als Maria Barnas dat kan. En ik geef nu graag het woord aan Maria, Marieke. Dankjewel, Kitty. Ik ben heel blij met de heldere blik van Kitty, die als een vogelvlucht over de gebieden van de kunst en wetenschap is gegaan. Dat maakt het voor mij mogelijk om in te zoomen op een heel vreemd verschijnsel, namelijk een situatie waar denk iedereen zich wel in heeft bevonden de afgelopen tijd. Op het moment dat je je gegevens en antwoorden moet gaan invullen als je wil aanmelden voor een coronatest. Ik heb andere klachten,
Staat u open voor nieuwe indrukken? Maakt u een afspraak omdat u ernaar verlangt op andere gedachten te worden gebracht? Heeft u een auto? Of kunt u meerijden met een huisgenoot naar het theater? Kunt u een auto lenen om naar de literaire avond te komen? Welke klachten heeft u? U kunt meerdere antwoorden kiezen. Uw klachten tellen ook mee als ze nog niet zo erg zijn. Ik heb andere klachten. Zorgen om deze maatschappij, die een samenleving zou moeten zijn, maar een onderneming is geworden. Vrees dat het woord maatschappij hier aan heeft bijgedragen. Zorgen om geld. Angst bij te dragen aan het in stand houden van deze maatschappij. Angst voor de Belastingdienst. Eenzaamheid. Ronddraaien in eigen gedachten. Angst voor het einde van de vrije kunst. Plotseling minder zien. Plotseling minder horen. Er plotseling minder zijn. Sinds wanneer heeft u deze klachten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Dat weet ik niet precies, maar sinds Halbe Zijlstra. Sinds ik bij subsidieaanvragen moet invullen wat ik ga maken. Voordat ik weet wat ik ga maken. En daar beeldmateriaal bij aanleveren. Waar het getoond wordt, wie mijn publiek is. Sinds mijn publiek me achtervolgt. En 's nachts aan mijn voeteneind staat. Wat heb je gedaan? Vraagt het publiek. Het is ongeduldig, wil nu eindelijk eens wat zien. Wat is de evenementswaarde? En wat levert het op? Sinds ik het woord experiment in aanvragen mijd, sinds ik in bullet points over mijn werk moet kunnen vertellen, sinds jonge schrijvers me vragen blurbs te schrijven, sinds ik heb opgezocht wat blurbs zijn. Is dat alles? Maakt u een afspraak omdat u thuis niet goed wordt van uzelf? Wie bent u nou helemaal? Wie, zegt u? Vul hier uw BSN-nummer in of de eerste 4 tekens van uw code. Bent u de afgelopen 2 weken in het buitenland geweest? Zucht. Waar heeft u de afgelopen 2 weken gewerkt? Ander beroep. Heeft u gewerkt in het onderwijs of in de kinderopvang? Anders. Anders, namelijk op de kunstacademie. Hoe gaat het met de studenten? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Ze zijn eenzaam, huilen snel, weten niet of ze nog kunstenaar willen worden, willen geen kinderen, ze hebben andere klachten. Bent u snel enthousiast over kunst? Als dit zo is, dan stellen we een paar extra vragen. Hoe vaak overkomt het u dat u iemand anders wilt vertellen over een kunstwerk, wat u heeft gezien? Wanneer heeft u dat voor het laatst gedaan? Wie denkt u hiermee te bereiken? Onderbouw uw motivatie in maximaal 200 woorden. Is het kunstwerk geschikt voor een breder publiek? Op welke media gaat u uw bevindingen delen? Wat is de tijdsplanning? Weet u het zeker? Lever de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting bij. Mogen wij de uitslag bekendmaken? Ja, nee, laat me met rust. Bedankt. Dankjewel, Marieke. Dan gaan we nu gelijk over naar Jelle. Jelle, mag ik jou het woord geven? Dank je, Kitty. Ja, zoals Kitty zei in haar inleiding, als het gaat over vrijheid, krijgt dat al gauw bepaalde proporties en praten we al gauw in absolute termen. We praten in termen van de vrijheid die wij op 5 mei vieren. Wij praten in termen van de vrijheid zoals de Franse Revolutie die hoog in het vaandel heeft gezet. En wij praten in termen van vrijheid zoals die bijvoorbeeld gestalte krijgt in de verzetspoëzie in veel Europese landen. Overigens, wat die vrijheid betreft en die waarde van de Franse Revolutie, zoals een Frans intellectueel niet zo lang geleden zei, die vrijheid en die gelijkheid moeten we inderdaad ons zorgen over blijven maken. Maar misschien is de broederschap wel een van de grootste problemen van de huidige samenleving. Ik meld het maar. Volgens Multatuli is die vrijheid een begrip van een vaste inhoud, kenbaar voor ieder verlicht en rechtschapen gemoed. Ik laat het verder aan de luisteraars over om te bepalen wat een verlicht en rechtschapen gemoed is. Maar het idee is toch dat er een soort
absolute norm is. En vanavond hebben we het over schurende vrijheden. Namelijk wanneer die vrijheid in het gedrang komt, maar eigenlijk vooral wanneer de ene vrijheid in tegenspraak is met de andere vrijheid. Dat is eigenlijk wat Bertrand Russell destijds zo mooi verwoord heeft toen hij zei dat de jager en het konijn niet hetzelfde begrip van vrijheid hanteren. Dezelfde Russell schreef in 1922, dat is een eeuw geleden, en deze is voor Geert-Jan van Vught, die hem nog eventjes gemist had in zijn evocatie van wat er allemaal gebeurde in 1922. In 1922 schreef Bertrand Russell zijn Freedom of Speech and Political Propaganda. Een zeer interessante tekst, in de biografie van Russell, maar eigenlijk ook nu nog steeds een interessante tekst, omdat een van de meest verrassende dingen die na 100 jaar uit die tekst blijkt, is dat eigenlijk de vrijheid op de plekken waar je vermoedt dat die gegarandeerd zou zijn, misschien wel op een heel andere manier gecompromitteerd wordt dan je zou denken. Uitgerekend de universiteiten van Oxford en Cambridge als vrijhavens, als plekken die toch geïsoleerd van de waan van de dag zich bezighouden met de wetenschap, zijn kennelijk plekken waar in die tijd ook grote moeilijkheden waren met de vrijheid. Vrijheid in het geding, ook waar je het niet verwacht. Wat dat betreft denk ik ook erg aan C.P. Snow. En nu is niet aan zijn lezing The Two Cultures die iedereen te pas en te onpas citeert, meestal zonder erbij te vertellen dat hij later The Two Cultures Revisited heeft geschreven. Ik denk eerder aan zijn romancyclus Strangers and Brothers, die hij tussen 1940 en 1970 publiceerde. Die ons een inkijk geven in de praktijk van het universitaire leven in Engeland. Met alles wat daarbij komt kijken. Namelijk de verkiezing van een nieuwe master. Denk aan hoe tegenwoordig decanen benoemd worden. Met een kwestie, een lastige kwestie die een hele roman beslaat rond wetenschappelijke integriteit. Het is een interessante spiegel. Misschien wel omdat het allemaal lang geleden aan een universiteit ver hier vandaan niet in Nederland was. En dat maakt het des te interessanter. Als we nu in Nederland kijken naar wat die vrijheid inhoudt en waar die vrijheid schuurt en waar die vrijheid soms pijn doet, dan zijn er eigenlijk twee plekken die benoemd dienen te worden. En ik denk in de eerste plaats aan het onderwijs. Ik zal later ook wat zeggen over het onderzoek en het universitair onderwijs. Maar het onderwijs gaat me aan mijn hart. En laten we niet vergeten dat in absolute zin misschien er vrijheid van onderwijs bestaat in Nederland. Maar als je vraagt aan de leraren Duits en de leraren Frans en de leraren Nederlands in Nederland, in hoeverre zij de vrijheid hebben om op een naar hun idee zinnige wijze invulling te geven aan de taak die we bij hun belegd hebben, dan zullen ze waarschijnlijk antwoorden dat dat maar zeer met mate het geval is. Want er moet voldaan worden aan lesplannen. De methodes die op de markt zijn, zijn niet altijd even geschikt. De slagingspercentages zijn heel erg belangrijk, dus je moet wel zorgen dat dat op orde komt. En dan is er ook natuurlijk de jaarlijks terugkerende wederkeer van de CITO-toets. En het doet me altijd veel genoeg, omdat mijn vakgebied het Frans is, om te lezen wat de CITO-toets Frans dit jaar weer allemaal losmaakt bij de docenten Frans, die erachter komen dat in de eerste plaats er rare dingen in die toets staan, maar zich meer en meer afvragen, maar wat toetst die toets nu in vredesnaam, hoe objectief, zuiver en precies en die toets ook is. Dus de vrijheid van onderwijs wordt niet zo gevoeld door de mensen die het onderwijs geven. Ik denk dat dat een probleem is. Ik denk dat dat ook een probleem is voor het lerarenkorps in Nederland en voor de aantrekkelijkheid van het onderwijs voor de leraren. En dan wil ik het nog niet eens hebben over, want daar zijn eerder bijeenkomsten over georganiseerd hier binnen de Koninklijke Academie van Wetenschappen, de kwestie van de W van VWO.
in plannen voor het VWO wordt altijd gedaan alsof dit een afgesloten curriculum is. Terwijl de naam zegt het al, het is een voorbereiding op iets anders. Namelijk het wetenschappelijk onderwijs. Als we dan kijken naar de universiteiten, de plek waar onderwijs en onderzoek in elkaar overvloeien. Waar de grenzen minder duidelijk zijn. Waar het college een plek is waar ook dingen gebeuren. Waar ook kennis ontstaat in plaats van alleen maar wordt overgedragen. Dan zijn er een aantal dingen die geconstateerd moeten worden. In de eerste plaats is het zinnig te bedenken dat de overheid misschien wel meer dan ooit in de geschiedenis aanwezig is op de werkvloer van de universiteiten. Daarbij denk ik aan Thorbecke. Thorbecke, het is altijd goed Thorbecke te citeren, maar voor diegenen die echt geïnteresseerd zijn, vergeet niet ook te lezen wat Multatuli over Thorbecke te zeggen heeft. Dat is ook machtig interessant. Op het moment dat Thorbecke geconfronteerd wordt met het probleem, of eigenlijk met de vraag waarom in de troonrede niks gezegd wordt over de letteren, de kunsten en de wetenschappen, antwoordt Thorbecke: ik zal niet zeggen dat ik er geen belang in stel. Een groot deel van mijn leven was daaraan gewijd. Maar het is geen zaak van de regering. De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst. Terug te vinden, Handelingen Tweede Kamer, 1862-1863 op pagina 36. Dit citaat wordt vaak naar voren geschoven als het gaat over het debat over de kunsten. Namelijk, de regering moet ervoor zorgen en zich niet met de inhoud bemoeien. Het is opmerkelijk dat als het gaat om de politiek op gebied van hoger onderwijs en van onderzoek, dit citaat van Thorbecke eigenlijk nooit naar voren gehaald wordt. Integendeel, het lijkt alsof de regering meer en meer oordelaar van wetenschap aan het worden is. En dat creëert allerlei problemen. Dat creëert problemen bijvoorbeeld als je jonge onderzoekers spreekt die tijdelijke contracten hebben, die hopen ooit eens ergens een positie als universitair docent te kunnen krijgen. Die niet kunnen volgen in feite wat ze willen doen. Die bijvoorbeeld zeggen van, ja, wat ik eigenlijk wil is de grootste specialist op de cinema van Truffaut worden. Maar als ik een baan wil hebben, dan zal ik toch iets met decoloniale dingen moeten doen. Of iets met gendertheorie, want met Truffaut kan ik er verder niet komen. Een soort strategische keuze die absoluut niet inhoudelijk zijn, maar die bepaald worden door externe factoren. En welke externe factoren zijn dat dan? Externe factoren zijn bijvoorbeeld het inverdienvermogen geworden. De mate waarin men om te slagen aan een universiteit, ja, om een baan te krijgen aan de universiteit, moet bewijzen dat men in staat is het geld dat daarvoor nodig is ergens anders vandaan te halen dan bij die universiteit. De subsidies en het inverdienvermogen. Ook een curieus soort rendementsdenken, Kitty zei er al het een en ander over, het haalt bij mij allerlei herinneringen op aan toen ik geschiedenislessen kreeg op de middelbare school. Wij leerden namelijk dat de economie van de Sovjet-Unie niet kon functioneren omdat die sukkels werkten met vijfjarenplannen. Wij leerden ook dat de slechts denkelijke uitwas van het kapitalisme was het betalen van stukloon. Het lijkt erop alsof binnen de universiteiten op het moment een combinatie van deze twee is uitgevonden. Zowel het stukloon als de vijfjarenplannen, waarbij het me overigens verbaast dat mensen de term vijfjarenplan überhaupt in de mond kunnen nemen zonder in lachen uit te barsten. Maar het geheugen is kennelijk kort. De faculteiten en de universiteiten ontwikkelen speerpunten, zwaartepunten, profielen, definiëren challenges. En niet alleen de faculteiten doen dit, de universiteiten doen dit, de European Research Council doet dit, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek doet dit. Die heette overigens ooit de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Maar daar moet je niet meer aankomen.
En bij al die profielen en bij al die zwaartepunten en bij al die speerpunten dringt zich toch de gedachte op dat het zich allemaal voltrekt volgens de befaamde tweede wet van Chamberlain. In the long run, everything tastes more or less like chicken. En dat in tijden van diversiteit. Er is een soort nieuwe doxa ontstaan. Maar wie formuleert dat? Het veld zelf. Maar of het veld werkelijk het idee heeft dat het erbij is, of het veld het gevoel heeft mee te kunnen draaien aan de knoppen en aan het vaststellen van die doxa, dat is maar zeer de vraag. In onderwijs en onderzoek zijn de universiteiten fabrieken geworden, stuk gereguleerd, met een administratieve romslomp eromheen die een mens zich soms doet afvragen of de Berlijnse muur niet de verkeerde kant opgevallen is. Zozeer doet het soms denken aan de goede oude Sovjet-administratie. Mensen aan de universiteiten zijn ook degene die gecontroleerd worden door structuren die, en dat is weer Multatuli, zich bezighouden met een verzwaring van het juk waar Multatuli vraagt. Hij zegt, wat Kitty ook zei, in iets andere woorden, ik eis binnen de grenzen van het mogelijke vrijheid. En om die vrijheid gaat het. En in de wetenschap betekent vrijheid vooral om niet het denkbare te kunnen realiseren, maar om het ondenkbare te denken en het ondenkbare te doen. En tot slot, vrijheid. Vrijheid is altijd verbonden met vertrouwen. Een gevoel van vrijheid heb je als je het gevoel hebt dat de mensen om je heen vertrouwen hebben in wat je doet en hoe je het doet. Bedankt. Dankjewel, Jelle, voor deze meeslepende, dit meeslepend betoog. Het werd hier steeds stiller. Ik moet zeggen, en dat vind ik eigenlijk heel erg, ik herken het zo goed. En een vraag die dan bij mij opkomt is, er zijn zoveel mensen die weten wat er op het ogenblik aan de hand is en hoe die vrijheid eigenlijk steeds meer betekent dat je binnen de lijntjes moet kleuren. Hoe in godsnaam doorbreken we dat? Dat is natuurlijk zo'n megavraag. En die ik jou natuurlijk niet persoonlijk wil stellen, maar het is wel een vraag die dan opkomt. Moeten we met z'n allen in opstand komen? Of hoe krijgen we inderdaad dat tij gekeerd? Want ik denk wel dat het tij moet gaan keren. We houden op deze manier geen, wat mij betreft, universiteit over. Maar voordat we ons te veel richten alleen op de universiteit, wilde ik vragen, Marieke, jij geeft ook les op academisch. Heb jij nou dezelfde loop jij tegen dezelfde problematiek aan? Herken jij wat Jelle net schetst? Mijn ervaring is een van lesgeven op de Rietveld Academie en op het Sandberg Instituut. Daar is een heel ander probleem. Namelijk dat het loon daar zo laag is, dat mensen dat of niet lang volhouden. En als ze het wel lang volhouden, dan worden ze vriendelijk verzocht na 2 jaar eruit te gaan, omdat anders de academie wel eens pensioenen zou moeten gaan betalen. Dus dat is een verschrikkelijk uitbuiten eigenlijk van expertise, van goodwill van mensen. En sommige mensen houden het heel lang vol. Er zijn ook nog wel mensen met een vast contract. Maar dat wordt minder en minder. En wat betreft de inhoudelijke kant van wat je daar dan doet, dat is dus ook misschien een heel ander landschap. Want je hebt te maken met mensen die enthousiast zijn zolang ze het volhouden. Mm-hmm. En er alles in stoppen wat ze hebben. En echt een carrière daar maken is eigenlijk niet mogelijk. Nee. Wat ik jou hoor zeggen is, althans, het heeft heel veel te maken met, noem het even, zouden randvoorwaarden moeten zijn. Randvoorwaarden die het aantrekkelijk maken om in het onderwijs actief te zijn. Ja,
Ik heb wel eens, ik heb het wel eens aan de kaak gesteld en er zijn nu ook wel bewegingen binnen het onderwijs die ook zich hier tegen verzetten en het anders willen. Het is mij voorgerekend dat ik een uitstekend salaris had. Het was namelijk gebaseerd op bijna 5000 euro per maand en dat ik maar een aanstelling had van 3 uur. Ja, dat was dan jammer. Probleem. Ja. Dus het, ja. Nee, het is wel heel slecht geregeld. En ik begrijp eigenlijk ook niet zo heel goed hoe dat maar stand kan blijven houden. Maar jij geeft desalniettemin, en ik verwijt je dat absoluut niet, in tegendeel, maar desalniettemin met evenveel passie les. Nou ja, ik heb nu niet meer. Ik moest eruit. Ja. Pardon, dat wist ik niet. Ja, omdat dan vanwege die tijdelijke contracten. Dat is dan de CAO of zo. Ja. Ja. Dat daar ken ik ook helaas hele trieste verhalen. Ik ga even kijken naar Annelies of er al vragen of iets binnen is. Ik roep natuurlijk iedereen op om vragen, observaties mogen natuurlijk ook, naar ons toe te sturen. Want dan zou ik aan Marieke, moet even wennen aan jouw roepnaam, willen vragen. Heb jij nu ook het gevoel dat door de situatie waarin je bent, zowel op de academie of als vrij kunstenaar, dan bedoel ik vrij dus even ongebonden, ook aanloopt tegen deze randvoorwaarden of tegen deze, zeg maar, beklemmende, ik wist het niet eens meer schurend, maar beklemmende situatie. Heb jij het gevoel dat daardoor jouw de inhoudelijke kant in het gedrang komt? Ik voor mezelf vind ik het moeilijk. Ik spreek dan misschien liever over wat ik herken. Tuurlijk. Ik was misschien heel persoonlijk en zo bedoel ik het niet. Het is meer. Het is wel. Kijk, om het wel even persoonlijk en dan misschien naar wat breder, algemener te trekken, is dat ik merk dat ik zeg maar de experimenten, het vrije werk. Daar doe ik dan maar geen aanvraag voor. Of dat gebeurt dan eigenlijk in het, in het duister. Maar ik hou dat natuurlijk wel intact. Dat probeer ik, bedoel, ja, dat is wel de kern van alles. Maar het betekent, wat ik wel meer en meer zie, is dat daar geen interesse voor is bij degene die het geld verstrekken. Laat het zo maar zeggen. Dus in de aanvraag, daar heb ik ook mijn gedichten een beetje over geprobeerd te schrijven. Moet het vooral gaan over wie bereik je daarmee? Wat is de event? Is dan zo'n woord. Ik heb er maar evenementswaarde van gemaakt in het gedicht. Maar het moet dus eigenlijk bij voorbaat al duidelijk zijn dat het een soort succes gaat worden. En hoe weet je dat nou als je begint met iets te maken? Iets kan echt ontzettend mislukken en nog een keer ontzettend mislukken. En misschien dat je de volgende keer er een stap mee verder komt. En ik zie wel dat, niet alleen bij mij, maar ik denk dat wat ik zie aan wat er gemaakt wordt, dat het wel binnen een soort, dat het lijkt alsof het veiliger en ook wel naar subsidieverstrekkers toe gemaakt wordt. Dus je ziet veel dingen binnen bepaalde thema's. Op kleinere schaal. Ik had bijvoorbeeld, ik weet niet, praat ik nu te lang? Want dan moet je. We hebben zo een vraag, maar maak alsjeblieft even je gedachtenvorming af. Ik sprak een student en zij maakt een film. En er is een filmmuseum in deze stad die een soort grote presentatie met studenten wilde maken. En of ze dan wel alsjeblieft de film kon veranderen naar het thema oceaan. En want het ging over klimaat en haar film ging daar helemaal niet over. En ze zei dat kan ik niet, daar ben ik mijn film gaat over liefde. Nou ja, dat was niet, dat kon niet getoond worden. En ja, ze ziet dat klasgenoten die dat wel doen, die zo flexibel zijn of opportunistisch, om dan met zo'n iemand die het een podium kan bieden meegaat, die worden wel getoond. Ja. Dus wat leer je daaruit op een academie? Om mee te buigen. En niet per se om vanuit de inhoud je werk te doen. Het klinkt ook heel erg productgericht, hè? Ja. Het gaat dan alleen maar om dat product. En dat moet dan vooral
verkoopbaar zijn, letterlijk en figuurlijk. He, dat hele proces is, lijkt soms wel bijna niet meegeteld te worden. Of niet zo belangrijk gevonden te worden. Ja. Ja. We gaan even naar een vraag. Annelies. Er is een vraag binnengekomen van de spreker van de volgende keer, Ingrid Robijns. Ja. Zij heeft een antwoord op jouw vraag, Kitty, van hoe het tijd te keren. Hey, goed zo. Het antwoord is volgens haar collectieve actie. Bijeenkomsten zoals deze zijn mooi en interessant, maar die veranderen niets aan de politieke realiteit. Dus collectieve actie. En dat is in Nederland WO in actie. Mm-hmm. En WO in actie heeft een helder standpunt over 1. Hoe groot de benodigde budgettoename moet zijn. En minstens even belangrijk, 2. Hoe die besteed moet worden. Daar is een stuk over verschenen in Science Guide. Dankjewel, Ingrid. Inderdaad, de spreker, een van de twee sprekers van de volgende keer. WO in actie doet verschrikkelijk goede dingen en iedereen moet zich er ook bij aansluiten. Het kan ook alleen maar collectief en niet individueel. Dat is een heel duidelijk besef. Die collectiviteit moet gestimuleerd. En dan is ook wel weer een vraag: hoe krijg je die? Hoe krijg je het collectief zo ver in beweging dat er inderdaad veranderingen gaan afgedwongen worden? Want ik denk niet eens meer dat we andere woorden kunnen gebruiken. En ik kan natuurlijk onmogelijk nu in discussie met Ingrid, dat gaan we volgende keer doen. Maar Jelle, wat denk jij? WO in actie, het collectief, met één vuist maken, één stem met één stem spreken ook natuurlijk. Ja, dat stuit altijd op praktische bezwaren. Een collectief is meestal heel kort een collectief. Op het moment dat er ook nog persoonlijke belangen verdedigd moeten worden, of dat belangen van groepen verdedigd moeten worden, vallen collectieven snel uit elkaar. Dat is iets om voor te waken. Dus als je iets wil doen als collectief, dan moet je ook een missie hebben die zo gedefinieerd is dat je weet dat dat collectief zo lang mogelijk daar gezamenlijk onder kan zitten. En, zoals bij elk collectief, samen, met z'n allen, maar dat betekent vooral dat er ook mensen moeten zijn die hun nek uitsteken om dat collectief in beweging te krijgen. Die zijn er, gelukkig. Ingrid, één van hen. Annelies, ik zag jouw hand. Ja, er is een reactie binnengekomen van Jeroen. Die schrijft dat de wens lijkt te zijn dat er een verschuiving moet komen van de derde en vierde geldstroom naar de eerste geldstroom. En het opzetten van een equivalent voor de kunstacademies. Dat betekent dus dat de keuze voor het onderzoek meer bij de universiteit ligt dan bij de subsidieverstrekker. Dan zou je ook meer kunnen investeren in personen dan in projecten. Dat legt dan wel weer een verantwoordelijkheid bij de universitaire besturen in plaats van bij NWO? Ik zou het daar heel erg mee eens zijn. Maar onmiddellijk ook meenemend wat Jeroen ook zegt. De academies, de kunsten moeten daarin mee. Want als er één sector is die altijd ernaast grijpt, en zeker als het gaat om onderzoek in de kunsten, en dat is wat heel veel wat kunstenaars doen, daar is nauwelijks wat dan heet een loket voor. En dat is heel erg hard nodig. En inderdaad de verantwoordelijkheid leggen bij, laat ik zeggen, de inhoudelijke kennis en kenners. En niet bij de regeltjes en de formats die door toch een heel administratief bureau worden bedacht. Want dan blijf je altijd binnen lijntjes die niet door onszelf zijn bedacht. Ja, ik denk inderdaad dat het goed zou zijn om de eerste geldstroom te verruimen. Maar aan de andere kant maak ik me ook ernstig zorgen over wat universiteiten en faculteiten met de manier waarop ze tegenwoordig bestuurd schijnen te moeten worden, volgens de nieuwe governance. Dat is overigens een term uit de juridisch Frans van de 14e eeuw, dus ik vind dat een prachtig woord. Betekent het toen hetzelfde of heel wat anders? Nee, het betekende heel iets anders. Maar het risico is dat je in huis
met de eerste geldstroom uiteindelijk toch gaat doen wat nu buitenshuis met de tweede geldstroom gebeurt. En dan heb je in feite nauwelijks iets gewonnen. Annelies. Er is een vraag voor Maria binnengekomen. Suzanne die zegt dat jouw observatie dat we resultaten moeten tonen ten einde kunst- of onderzoeksaanvraag in te dienen heel raak is. Ze vraagt aan jou wat dat met je creativiteit doet. Ja, goede vraag. Je hoopt natuurlijk dat die creativiteit intact blijft. En ik sprak hierover met een vriendin. Zij zei, vond ik iets heel raak. Ze zei, de zwakke positie van de kunstenaar is misschien wel die omdat je je werk toch wel blijft maken. Ik kan me nog heel goed de tijd herinneren dat ik van niemand geld kreeg en toch mijn gedichten schreef. En dat is iets wat ik heel belangrijk vind om altijd te bewaren, wat er ook gebeurt. En ik denk dat ik dat kan. Maar tegelijkertijd wil ik dat ook niet te hard opzeggen, omdat ik dan denk van, ja, je wilt toch ook je gesteund voelen en weten door een omgeving die je werk draagt. Want mijn werk moet, ja, om zichtbaar te zijn, heeft het wel een context nodig en die heeft wel geld nodig. Ik denk niet, ja, ik wil gewoon niet dat mijn creativiteit aangetast kan worden. Wat ik wel zie, en dat, daar heb ik mezelf ook op betrapt bij het maken van een bundel, is dat als je bij het Letterenfonds een aanvraag doet om een bundel te schrijven, moet je zeggen waar die bundel over zal gaan, wat het grote thema van de bundel zal zijn. En dat is nog niet zo lang zo. Ik heb het niet nagezocht, maar ik schat sinds een jaar 5, 6... En ik denk dat ik meer bundels zie van vooral jonge schrijvers die gaan over een groot thema. Terwijl ik denk, maar iemand zou hier misschien, een wetenschapper zou hier misschien een onderzoek naar kunnen doen. Ik denk dat vroeger mensen meer in het wilde weg dingen maakten, waardoor er onverwachtere dingen gebeurden. Het is hoe zal ik het zeggen? Een indruk die ik heb. Ik kan het niet helemaal hard maken. Maar ik denk wel dat met een toenemende mate van, ja, waar zal het over gaan en wie zal het bereiken, houding. Niet alleen van fondsen, maar ook van de podia en van de mensen. Dus de musea en de tentoonstellingsmakers. En ook de literaire tijdschrift waar ik zelf me ook schuldig aan maak. Om alles in een thema te willen dwingen, zodat het helder communiceerbaar is. En zodat de vaak jonge, net afgestudeerde marketing-experts het makkelijk kunnen gaan vertellen. Dat wel echt dingen beperkt. En wat ik mis, maar het neemt niet weg dat ik het zelf toch blijf doen, is het werk dat gewoon in het wilde weg ontstaat. Waarbij dus gewoon onverwachte resultaten mogelijk zijn. Ja, ik denk inderdaad dat heel herkenbaar is. Dat is iets dat in de wetenschappen en eigenlijk het wetenschappelijk onderwijs ook enorm speelt. De uitnodiging voor een ontdekkingsreis waarvan de eindbestemming van tevoren vaststaat. Die staat in de studiehandleiding vermeld immers, of die staat in de subsidieaanvraag al vermeld. Het is een kip en ei om dat gesubsidieerd te krijgen of om in de plannen te passen. Moet eigenlijk al duidelijk zijn waar het naartoe gaat, terwijl je eigenlijk het wilde denken wil propageren. En juist heel erg out of the box en juist niet erin. Tegelijkertijd zijn er heel veel, ja, echt grote maatschappelijke problemen waar we ook allemaal mee te maken hebben en dagelijks mee geconfronteerd worden. En misschien nu nog wel, ja, meer dan ooit, omdat het inmiddels duidelijk is hoe bar en boos het gesteld is met het klimaat en al dat soort dingen. Dus ik zie best aan de ene kant de noodzaak om die grote problemen te adresseren, maar de vraag is hoe je dat doet. Ja, en waar ik aan denk is van, ik kom als
uitgenodigde maker ook wel bij die thema's uit. Ik leef niet in een isolement. Ik wil ook graag over die grote problemen schrijven. En wat daar dus ontbreekt, is vertrouwen in die makers. Ja. Dat die zelf ook wel met die grote thema's aan de slag zullen gaan. Want waarom zou je daar niet over willen schrijven? Hè? Het is de wereld van nu. Dus daar nu. Verhoud je je toe. Ja. Dus uiteraard. En als het een keer niet zo is, hè, omdat je bijvoorbeeld heel erg behoefte hebt om die wereld buiten te sluiten, kan dat ook iets op de agenda zetten. Namelijk een individu dat zich afsluit voor de wereld. Dus ook dat is goed. Maar wat er dus ontbreekt, is een vertrouwen in de maker. En dat is, denk ik, heb ik jou dat horen zeggen, Jelle, hetzelfde bij de wetenschappers. Dat, ja. Waar is het vertrouwen dat iemand die al 20 jaar nuttig onderzoek heeft gedaan, een keer zomaar iets kan gaan... Nou, eigenlijk niet eens 20 jaar. Iemand die aangenomen is door de universiteit, omdat de universiteit denkt dat die iets kan. En iets kan beheren. En dat er een zekere controle moet zijn op wat mensen doen met hun tijd, met hun betaalde tijd. Dat is verder logisch. Maar op het moment dat het een soort cultuur wordt van geïnstitutionaliseerd wantrouwen, waarin eigenlijk je je bij alles moet afvragen van ja, ik weet niet wat een visitatiecommissie daarvan zou denken, dan leef je, naar mijn idee, in een geknechte wereld. Het is natuurlijk, het zijn betrekkelijke geknechtheden. Hè? Maar goed, dat weten we allemaal wel. Ik hoorde een podcast over hoe Apichat Pong Wirasettakul, de Thaise filmmaker, vertelde hoe hij in Thailand niet zijn films kan maken. Hè, omdat het vanuit dictatuur gewoon verboden is wat hij wil. In die zin kun je zeggen, en hoor ik mensen ook op afstand denken, en terecht misschien, waar klagen jullie over? Mm-hmm. Maar ik wil toch wel zeggen dat misschien juist in een land dat zegt vrij te zijn en voor vrijheid hoog in het vaandel heeft, dat dingen wel riskeert op het gebied van zijn, misschien wel zijn hoogste goed, namelijk kennis en de creatieve sector. Want van de bloembollen zullen we het niet heel lang meer kunnen leven en de kazen ook niet. Het is toch echt een kennisland, Nederland. En dat moet dus voor vernieuwing kunnen blijven zorgen. En daardoor is het juist zo ontzettend belangrijk dat het wel in orde is. Dat de mensen die op de universiteiten werken het gevoel hebben dat het goed gaat. En dat de mensen die kunst maken het gevoel hebben, ik kan echt maken wat ik doe. En het wordt ook gesteund. Vraag bij aan iets groters. Namelijk niet alleen jezelf, maar ook de cultuur. Of noem het wat je wil. Maar nou ja, je noemde Nederland net een kennisland. En de vraag is natuurlijk waar kennis uit bestaat. Ja. En dat is iets wat ook wel eens opnieuw stevig, nou, het wordt al onderzocht, maar is goed benoemd kan worden, is dat er zoveel wegen zijn tot kennis of tot weten. Hè, kennis klinkt weer als zo'n product, terwijl het allemaal processen zijn. En die kunnen via zoveel wegen, de cognitieve, de intuïtieve, de emotionele, noem het maar, wegen gevonden worden. En die moeten ook geëxploreerd worden op al die terreinen. En dat geeft nou werkelijk de rijkdom aan van wat je kennis kan noemen. Want het is veel meer dan alleen maar de ratio en de cognitie. Dat hebben we ook nodig, maar er is nog zoveel meer. En als ik dan zie het aandeel wat de kunsten in de hele breedte bieden aan een maatschappij, dan is het precies daar waar het wat mij betreft duidelijk wordt waar ons mens zijn zit. In die uitwisseling, in die andere werelden exploreren. En die vrijheid van denken die gewoon zo noodzakelijk is, willen we ook een democratisch bestel houden. Ik ga nu even stoppen, want ik zie een vraag. Nou, ik zie geen vraag, maar ik zie Annelies mij gebaren. Annelies. Er komen allemaal mooie reacties binnen, dus dat gaat hartstikke goed. Vooral ook instemmend met jullie over dat de eerste geldstroom eigenlijk de weg is voor die kunstzinnige en academische vrijheid. Een prettige mix tussen de eerste en de derde geldstroom. Dan krijg je vrije en gestuurde projecten. Wordt ook gesproken over dat het discours moet veranderen, want er is een systematisch probleem aan de gang. Dat discours over
is wat mevrouw Zohaila betreft de eerste stap om aan collectieve actie te werken en om aan vertrouwen te werken. Dus vertrouwen wordt wel onderschreven door het publiek. En dan is er meneer Fransen die vertelt dat Jelle terecht zijn twijfels heeft over de verdeling van die eerste geldstroom door de universiteiten. Hij heeft enkele jaren geleden gepleit voor een plattere structuur binnen de universiteit, waarbij vakgroepen centraal staan. Veel minder overhead en eerlijke verdeling van de middelen. Dat is via de academische vakbond in het voorstel tot bij OCW gekomen, maar de minister heeft dat terzijde geschoven. Dus tot zover de reacties vanuit het publiek. Hopen wij natuurlijk dat onze nieuwe minister, die toch wel een groot hart heeft voor de wetenschap en het onderwijs, dit weer oppakt. Dus dank voor deze bijdrage en wordt wat mij betreft ook zeer onderstreept. Het punt is natuurlijk dat wij het denk ik allemaal best wel met elkaar eens zijn. De vraag is elke keer weer, hoe bereik je de politiek, behalve natuurlijk door WO in actie en het collectief, hè, dat vertrouwen in elkaar ook. Het vertrouwen in wat iedereen eigenlijk kan en vooral ook vermag. Hoe kom je aan die knoppen te zitten? De knoppen, ik noemde het al, we moeten overal infiltreren. Ik vind ook dat in elk gremium, en doet er mij helemaal niet toe welk, altijd een kunstenaar moet zitten. Vanuit welke discipline dan ook. En dat zeg ik al heel lang. En waarom is dat zo belangrijk? Kunstenaar kijkt net even anders. Kijkt net even schuin of vanuit de ooghoek, of keert het hele probleem binnenste buiten, waardoor je ineens een ander zicht krijgt op de dingen. Dat zouden misschien al stappen zijn. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Alle groepen die de politiek hebben bediend van allemaal goede adviezen, daar zaten voornamelijk ook voornamelijk mensen in, bijvoorbeeld alleen maar virologen, om maar wat te noemen. Terwijl er zoveel meer aan de hand was dan alleen het medische probleem van, in dit geval dus corona, waar ik het over heb. Dat probleem is zo immens veel groter en daar is zoveel meer voor nodig om dat enigszins zelfs maar te kunnen bevatten. Dan komen we er echt niet met alleen te kleine gespecialiseerde groepen, die natuurlijk absoluut hun waarde hebben. Maar de wereld zit diverser en ingewikkelder in elkaar. En daar heb je andersdenkenden, altijd weer de kunstenaars, ja, ik ben een grote fan, voor nodig. Annelies, heb jij nog... Nee, er zijn nu geen vragen binnengekomen. Ik heb er zelf wel één. Nou, vooruit. Zijn er periodes in de geschiedenis te identificeren waarin het anders was? Waarin juist wel dat vertrouwen in de kunsten en de wetenschap zo groot was? En waardoor er veel vrijheid was? De wetenschap heeft zeker een tijd een redelijk onaantastbare status gehad. En dat was deels ook wel onterecht, moet ik zeggen. Maar het is wel zo dat er andere modellen denkbaar zijn. Er zijn andere modellen denkbaar. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe in Frankrijk de geesteswetenschappen georganiseerd zijn, dan hebben die ook een universitaire structuur. Maar die hebben naast die universitaire structuur hebben ze een aantal grandes écoles. Die werken volgens een heel ander financieringsmodel. En dat stelt ze in staat om bijvoorbeeld bij de École Pratique des Hautes Études een volledige opleiding Mongools in de lucht te houden, terwijl die nooit voldoende studenten heeft, terwijl die nooit financieel kan genereren wat nu eenmaal geëist wordt door een commissie doelmatigheid, hoger onderwijs en dergelijke. Je zou dus ook heel goed voor Nederland je af kunnen vragen of de universiteiten het monopolie op de wetenschap en het onderzoek moeten houden zoals ze dat nu hebben. En je ziet het al, omdat voor bepaalde types wetenschap zijn er onafhankelijke instituten enzovoort. Het zou een interessant gedachte-experiment zijn om eens te kijken in hoeverre je niet alleen voor het onderzoek, maar ook voor het onderwijs kan kijken of er buiten de universiteiten hun financieringsmodellen, hun verdelingsmodellen en hun tredmolens een mogelijkheid is om
de breedte van het onderzoek en het onderwijs te garanderen. En vooral ook de moeilijke dingen. Want laten we nu wel wezen, de wetenschap, scheppen, riep hij, gaat van oud. De kunsten zijn ook niet makkelijk. En de wetenschap is ook niet makkelijk. De wetenschap is niet een kwestie van je werk doen en resultaten genereren. Het is ook een kwestie van worstelingen. Worstelingen en heel veel mislukkingen. En dat is ook iets wat meer in het onderwijs verankerd moet worden. Mm-hmm. Die mislukkingen, die worstelingen, die pijn en die frustratie die het vak met zich meeneemt. Heer, ik had het woord mislukking ook in mijn hoofd toen we het hadden over al die kaders en binnen de vakjes kleuren van wat je eigenlijk volkomen uit aan het bannen bent, is mislukking, is de trial and error. Maar dat is niet zinloos, dat is natuurlijk een heel erg zinvol pad. Juist omdat je dan pas goed begrijpt waar de dingen over gaan. Ik vroeg me nog, terug naar jouw vraag. Waren er periodes? Ik vind dat heel lastig, want dan lijkt het bijna over periodes waren dat er vrijheid was voor in kunsten en wetenschappen. Zeg maar bijna die absolute vorm, hè, waar we het even over gehad hebben. Ik denk dat heel veel kunstenaars en ook wel wetenschappers die vrijheid van uiting zich wel eigen hebben gemaakt en ook heel vaak hebben gedaan. We zitten nu in een wereld waarin ook om zichtbaar te zijn voor wat je doet en om inderdaad een platform te hebben via wegen moet gaan werken die altijd weer rond die financiering hangen. Want je kunt natuurlijk in je werkkamer of op je atelier bij wijze van spreken doen wat je wil. Maar dat is, daarmee heb je niet genoeg een aandeel in de maatschappij. Dus ergens dat openbreken, dat heeft ook te maken met de verantwoordelijkheid van de maatschappij om het belang van kunst en cultuur centraal te zetten. Het belang van kunst en cultuur in ieder geval te onderkennen. Ik denk dat centraal zetten al te veel gevraagd is, maar in ieder geval wel te onderkennen. Want vaak wordt het zo'n beetje, het wordt al helemaal niet genoemd of een beetje opzij gezet. En daar horen de geesteswetenschappen helaas ook bij. Als, dat is minder belangrijk. Dat is als het ware misschien de franje aan het geheel, maar niet de kern. Het is wel de kern. Het is de taartbodem van het denken. En ik denk dat het mooi zou zijn als dat ook een vorm van vertrouwen, vind ik trouwens, een vertrouwen is. Vertrouwen in het belang van het artistieke en het geesteswetenschappelijke denken. Dat heeft ook te maken met vertrouwen en toevertrouwen. Ik kan niet voor de hele geschiedenis van de kunst spreken om antwoord te geven op jouw vraag, dus om dat niet te doen. Maar wat ik wel heb zien veranderen in de korte tijd dat ik in de kunsten werk, is dat toen ik begon, leek er in ieder geval een soort respect te zijn voor de kunsten vanuit de regering, vanuit de beleidsmakers. En ik heb het zien veranderen in een soort desinteresse naar misschien wel minachting, maar dat is misschien te veel zelf ingevuld, naar mensen gewoon dat ze het gewoon echt niet meer weten wat kunst is. Ik ga nu even daar geen voorbeelden over noemen, maar ik wilde ook even terugkomen op iets anders wat jij zei en ook wat jij zei, want ik dacht opeens, er is misschien toch ook een ik moest denken aan jouw CITO-toetsopmerking en ook het over leraren. En misschien weten mensen het echt niet meer. Ook omdat ze er niet mee in aanraking komen. Dat is een zorg die ik wel eens heb. Dat er is vrijwillig gedichten lezen met kinderen. En vraag ik ze, hebben jullie wel eens gedicht gelezen? Nee, ze hebben nog nooit een gedicht gelezen. Hoe moeten die kinderen weten wat de lol is van taal studeren of met kunst in aanraking. Als je het vanuit huis meekrijgt, het is niet meer een normaal aanbod in de les om gedichten te behandelen, om mooie boeken te lezen, om naar kunst te gaan kijken. Het zijn uitstapjes, ja. Net als een sportdag. Dus het is misschien ook niet raar dat het vertrouwen niet is. Misschien, heel algemeeniserend,
weet men in het beleidmakersvak gewoon niet meer wat er op het spel staat. Misschien begint het op de scholen? Nou, het begint in zover op de scholen dat vanaf het kleuteronderwijs tot noem maar wat, wat mij betreft, die kunsten, de literatuur, de letteren, veel en veel meer aandacht zouden moeten krijgen. En dat is waar. Wat je zegt is helemaal waar. Als je er nooit mee in contact bent geweest, als je niet weet wat kunst doet, of het geschreven is, of een drama, of doet er niet toe. Als je dat gewoon niet weet, hoe moet je je er dan toe verhouden? En hoe moet je het dan willen steunen? Dan denk je gewoon, wat zijn die mensen aan het doen? Het levert niks op. Het kost alleen maar geld. Als je niet, ja. Het is ook echt een uitholling van de cultuur, vrees ik. Nee, maar het is ook, ja. Het is ook een kwestie van deels de esthetische ervaring, maar deels ook het plezier. Het plezier van een zin te kunnen aanhoren als ongevaccineerd ter ere van de predestinatie, daar waar de vliegende fluitketel uithangt, uit de dichtoefeningen van meester Pennewip uit Woutertje Pietersen. En dat is relevant nu, van die vliegende fluitketel. Ja. Ik heb de dichtoefeningen van meester Pennewip overigens naar aanleiding van die vliegende fluitketel en die ongevaccineerde mensen onlangs mogen opsturen aan een gepromoveerd Nederlandicus die daar nog nooit van gehoord had. Er is werk aan de winkel. Annelies, heb jij nog... Ik heb wel nog een vraag. Even terug naar het thema van deze avond over schurende vrijheden en... is er noodzakelijk onderhoudswerk in relatie tot vrijheid van kunst en wetenschap en de democratie waarin we leven? Mm-hmm. Want het lijkt alsof, met name ook in de kunst, dat kalft steeds verder af. Wat zijn de gevolgen dan volgens jullie voor het democratisch gehalte van een kritisch denkvermogen van onze samenleving? Mm-hmm. Nou, ik denk dat onderhoudswerk moet met name verricht worden op het gebied van protocollen en regelingen. Het zijn er zo ontzettend veel en er komen alleen maar bij. En daardoor raakt het eigenlijke doel van waartoe financieren wij de kunsten, waartoe financieren wij de wetenschappen, raakt steeds verder uit zicht. Maar dat onderhoudswerk, dat lijkt bijna, dat klinkt alsof het hersteld moet worden en juist moet afgebroken worden. Het onderhoud, noodzakelijk onderhoudswerk is eigenlijk noodzakelijk deconstrueren, noodzakelijk afbreken van al die protocollen en regels en terug naar de kern. Terug naar de kern, maar op een bepaalde manier is het ook gewoon een kwestie van onderhoud. In weerwil van wat universitaire bestuurders denken. Kijk, het eigenlijke kapitaal van een universiteit, dat zijn de brains van de mensen die rondlopen. Mm. En een goede universiteit ben je vanwege die mensen. En niet vanwege rankings, niet vanwege allerlei politieke kwesties eromheen. De basis zit daar. De basis zit daar. En als je erin slaagt om terug te komen bij die basis, en als je erin slaagt om die basis terug het gevoel te geven dat zij degene zijn die de wetenschap dragen, die het onderwijs maken, die de studenten opleiden en die eigenlijk ook bepalen wat die studenten moeten weten en kunnen aan het eind, dan ben je al een heel eind. Andere protocollen dus. Het onderhouden van, of het onderhouden, onderhoudswerk aan... andere protocollen die jij eigenlijk nu beschrijft, als je het woord protocol wil gebruiken natuurlijk in deze. Rieke, hoe sta jij hierin? Ik moet steeds denken aan, ik ben Noam Chomsky aan het lezen over anarchie. En ik denk steeds, misschien moeten we echt gewoon helemaal opnieuw beginnen. soms is het gewoon, zit het alles te potdicht, vastgeregeld, knelt. Misschien is het gewoon tijd. En anarchie in de zin vanuit, eigenlijk wat jij zegt, vanuit van binnenuit de regels bedenken en niet van bovenaf. Dat kan heel sociaal zijn.
Dat hoeft... kan heel sociaal zijn. Ja. Het kan ook heel moeilijk zijn. Er is een kort verhaal van Efraim Kishon. Van twee mannen die spelen samen een spel. En het spel heeft geen regels. Het spel bestaat er nu juist in dat ze gaandeweg de regels bedenken met elkaar. Nou, dat eindigt natuurlijk in een totale wanorde en een gigantische ruzie. Eigenlijk wat wij hier vanavond staan te doen, toch? Wij hadden eigenlijk ook niet helemaal bedacht dat we zouden moeten hele ruzie gaan maken. Maar, ja, dat kan trouwens heel productief zijn, maar het moet uiteindelijk terug naar wat is het wezenskenmerk? Hè? Waarom staan we hier eigenlijk überhaupt? Waarom hebben we een thema als schurende vrijheden? Waarom is dat op het ogenblik zo aan de orde? En ik dacht, wat ik nog wel dacht is... ik las het denk ik voor het eerst bij Tony Judd in Il Verse Land. Schrijft hij eigenlijk over dat hij de sociaaldemocratie heeft zien verdwijnen. En hij neemt het zichzelf, zijn generatie, kwalijk dat ze niet de woorden en de verdediging hebben overgeleverd naar de volgende generatie, eigenlijk mijn generatie. En het is ook echt wel waar, denk ik, dat ik niet zelf vaak hardop heb gezegd waarom ik kunst belangrijk vind. En dat heb ik ook wel om me heen gezien. Ik denk ook dat er een taak ligt bij kunstenaars om vaker te vertellen en met de liefde die ze hebben voor de dingen. Die gewoon maar te pas en te onpas. Daar zie ik nog wel een taak voor de kunstenaars weggelegd. Dat is natuurlijk ook een vorm van onderhoudswerk. Ja. Eigenlijk misschien wel een van de meest belangrijke. Ja, en ik denk wel dat in de jaren 80, 90 kunstenaars net als kapitalistische marktdenkers erg voor zichzelf hebben gedacht en gestreden. En ik denk wel dat we daar nu ook de gevolgen van zien. En daar ligt dus ook wel een taak bij de kunstenaars. Ja. Ik kijk nog even naar Annelies, want volgens mij zit jij iets te lezen. En ga je ons daar deelgenoot van maken? Ja, er komt weer heel veel binnen. Dus Lisbeth Bick is ook aanwezig in het publiek. En zij moet steeds denken aan MIT. In het beginsel was dat een universiteit van de efficiënte studie. Mm-hmm. In de jaren 60 was dat natuurlijk allemaal techniek en natuurkunde. Maar zij zagen dus dat er een groot gemis was aan humaniora mensen. Mensen die... anders kunnen denken. En daarna hebben ze een hele nieuwe een trend ingezet. En nu is er ook kunst, architectuur, sociologie in het curriculum gekomen. Dat is veelzeggend. Mm-hmm. Wat ook veelzeggend is bij die universiteit is dat het collegegeld niet te betalen is voor gewone mensen. Mm-hmm. Dus vrij onbereikbaar. Ja. Nou, dit is eigenlijk meer een observatie. Er is ook iemand die vraagt, dat is Mart. Hij vraagt, het is nu vooral, hebben we het over wetenschap, kunst aan de ene kant en overheid aan de andere kant. En hij vraagt of dat wel terecht is en of er eigenlijk wel overeenstemming is over waar we naar terug willen. Misschien is dat een leuke vraag om op in te gaan. Maar ik denk dat de vraag terug willen al heel suggestief is, want het is niet de vraag of we terug willen, we willen vooruit. We willen vooruit, alleen we vragen ons af of we wel op de juiste weg zijn. En als Alice aan de Cheshire Cat vraagt, is dit de juiste weg? Dan antwoordt de Cheshire Cat, dat hangt er in de eerste plaats, die is heel subtiel, die in de eerste plaats, dat hangt er in de eerste plaats vanaf waar je heen wilt. En ik denk dat het belangrijk is, inderdaad, voor ook een beweging als WO in actie en voor ons als collectief, wat we nu toch langzamerhand aan het worden zijn, om dat heel duidelijk voor ogen te krijgen. Wat willen we precies? We willen niet terug naar een situatie die zich ooit heeft voorgedaan, maar we willen wel een heleboel ballast kwijt die zich inmiddels opgebouwd heeft. Mm-hmm. En ik denk vrij nieuw, ook wel weer een aantal decennia gaande, maar toch wel vrij nieuw in het geheel, is ook de erkenning, daar ga ik weer, van de kunsten als veld van onderzoek. Als veld van intellectuele, creatieve, artistieke productie, als ik dat woord dan toch maar gebruik.
wat mij betreft op dezelfde lijn als de wetenschappen. Het noodzakelijke deel wat de wetenschappen niet kunnen coveren en waardoor en de kunsten wel. En daar bedoel ik mee dat kunst toch weer elke keer in staat is die wereld nog even weer anders te denken dan we al dachten dat die was en te doorvorsen. Dus ik denk dat nieuw is. En ik zie dus kunst niet als een wetenschap, maar ik zie het wel volkomen op dezelfde lijn als. Ik denk dat die terreinen heel erg verglijdend zijn. Hè? Je moet toch ook bedenken dat bijvoorbeeld in de wereld van de oude muziek, daar is het de grote wetenschappelijke revolutie in de oude muziek heeft plaatsgevonden in de muziekpraktijk. Daar is de wetenschap gemaakt die de universiteiten niet konden leveren. Precies. Die geleid hebben tot een heel andere omgang die inmiddels ingang heeft gevonden. Die ook gemaakt heeft dat een heleboel oude muziek zoals die vroeger opgenomen wordt ons nu vreemd klinkt. Het heeft onze wereld veranderd wat daar gebeurd is. Maar het is een wetenschappelijke revolutie, maar heeft plaatsgevonden in de praktijk van de kunsten. Ja. En ik denk dat er meer voorbeelden zijn van gevallen waarin waarin of binnen de wetenschappen er op een redelijk intuïtieve en artistieke manier dingen tot stand komen, maar ook gevallen waarin in de wereld van de kunsten juist heel bijna technisch zuiver wetenschappelijk vernieuwing tot stand komt. En dat moeten we koesteren. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat we die contacten hebben. En dat we die ruimte zoeken om elkaar te ontmoeten en met elkaar over dat soort dingen te praten. Het is eigenlijk best vreemd dat Nederland... misschien vergis ik me met één of twee landen, maar in Frankrijk, in Engeland, in Duitsland is kunst een universitaire studie. Kun je gewoon op de universiteit kunst studeren. Kunnen kunstenaars ook veel makkelijker wetenschappers leren kennen. In Nederland, ik heb mij ooit laten vertellen dat we wie dat dan ook zijn, trots zijn op een traditie van makers. En dat heeft dan iets te maken met de vijftigers en de schilders die juist wars waren van wetenschap. Hè. Dus er zijn ook heel veel mensen heel trots op dat dat niet kunst met de wetenschap vermengd is geraakt, maar ik zou het ontzettend mooi vinden als, als Nederland daar gewoon aan mee zou gaan doen. Dat je ook kunst aan de universiteit kunt gaan studeren. Het een sluit het ander ook niet uit. In Duitsland kun je ook kunst aan de hogeschool studeren, maar je kunt ook kunst studeren, dus maken, maar ook theorie op een hoog niveau studeren aan een universiteit. En ik denk dat dat die ontmoeting ook nog eens zou vergemakkelijken. Want dan hoef je niet eerst van instituut naar instituut leer je misschien ook meer elkaars taal spreken. En inderdaad ook het begrip voor sommige dingen. In mijn vakgebied, de theatergeschiedenis, wordt heel veel gepubliceerd door mensen die geen benul hebben van hoe een voorstelling in elkaar wordt gezet en wat daarbij komt kijken. Er zijn mensen die zich bezighouden met 16e en 17e eeuwse letterkunde die niet weten hoe een boek toen gemaakt werd. Gewoon fysiek, concreet, wat er allemaal bij kwam kijken. Dus die ontmoeting moet je inderdaad zoeken. En je moet de kansen grijpen waar ze liggen. En dat doen we eigenlijk te weinig vanuit inderdaad een uitermate kunstmatige scheiding. Het is best vreemd, want er zijn nu wel kunstenaars kunnen een PhD doen. Op sommige plaatsen in Nederland. Leiden, onder andere, in Leiden. Ja. Nou, in Leiden gaat vrij ver, geloof ik, ook in dat de toegankelijkheid te delen van. Maar ik denk ook dat het internationaal niet is vol te houden hoe Nederland in elkaar zit. Ik denk ook dat daarom heel veel van die programma's worden bedacht om de hogeschool een beetje naar de universiteit toe te krijgen. Maar het is het probleem ligt misschien op een hoger niveau. Ik weet het niet. Of lager, zou ik niet willen zien. Nou, je zou het een institutioneel niveau kunnen noemen. Je kunt ook zeggen, we moeten überhaupt dus af van al die scheidingen. En die velden zijn al lang fluïde. Ja, in de praktijk wel. In de praktijk. Als je kijkt naar wat mensen doen. En zeker. Ja. Nou, in ieder geval is de indeling in faculteiten die we in Nederland hebben, is een erfenis van de middeleeuwse universiteit. Zoals de universiteit ook een erfenis uit de middeleeuwen is.
Dat klinkt toch wel weer mooi. Ja. Ik ga nog even terug naar Annelies. Ja, er wordt een levendige discussie is er op internet of op de chat. Er worden linkjes gedeeld. Hartstikke goed, natuurlijk. Ja. Even kijken, een hele concrete vraag is: beschouwen jullie een verschil in beta-wetenschappen en alfa en de kunsten? Dat is Sohaila vraagt die deze, stelt deze vraag aan jullie. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel sterk een kwestie van definitie is. Ik geloof niet in dat je binnen de wetenschappen die we hebben en hoe we ze benoemen, dat je kan zeggen van nou dat is allemaal typisch beta-wetenschap en dat is typisch alfa-wetenschap. In die zin dat veel dingen die gebeuren in de taalkunde eigenlijk bij de beta-wetenschap zouden moeten horen, maar niet horen. In die zin dat bepaalde delen van de theoretische wiskunde erg dicht tegen de geesteswetenschappen aanstaan. Filosofie? Ja. Vroeger was de filosofie trouwens geen geesteswetenschap, maar een centrale interfaculteit. Interfaculteit, precies. Die alle faculteiten met elkaar deelden. Ja. Dat is ook interessant. En overigens, ik kom uit de letteren en ik ben gepromoveerd in de letteren. En iemand heeft mij ooit gezegd dat ik vanaf dat moment een geesteswetenschapper was. En jij voelt je niet zo thuis met die benaming? Want ik was juist heel blij. Maar ja, wat moet ik als kunsthistoricus bij de letteren? Dat was ook wel eens de vraag. Waarom zitten jullie bij letteren? Ja, de arts. Hè, dus, maar dan in de zin van de liberal arts. Of de vrije kunsten. Ik denk dat we... Je ziet het ook wel gebeuren. Maar ik denk dat de kunsten zich overal thuis voelen. Ik denk dat alle wetenschapsvelden zich ook helemaal thuis voelen bij de kunsten. Er is in wezen zoveel nieuwsgierigheid, onderzoeksnieuwsgierigheid, waarbij kunstenaars en wetenschappers elkaars paden gaan kruisen. En dat zijn van die hele spannende en mooie momenten. En ja, waar iemand dan inderdaad vandaan komt, hangt er vanaf de vraag, hè, zoals die Cheshire Cat. Waar wil je naartoe? Maar dat weet je helemaal in het begin nog niet, als het goed is tenminste. Hè, dat is er ook nog wel, mag je hopen, de dynamiek van het onderzoek. Ik ben aan het af... hoe zeg je dat? Misschien ook wel aan het afronden, maar kijk nog even naar Annelies. Ja, ik heb toch ook een heel interessant voorstel nog van een van de deelnemers. Ook weer van de spreker van de volgende keer. Zij komt terug op die toegenomen controle en bureaucratie. Mm-hmm. En de top-down bestuur in universiteiten. Zij stelt voor, en dat is natuurlijk wel een hele goede plek om dat hier te doen, dat de KNW een keer een bijeenkomst organiseert waar de modernisering universitaire bestuursstructuur wordt uitgelegd en de gevolgen daarvan worden besproken. Dus dat, nou, die onthouden we. Kijk, dit vindt ook plaats omdat sinds 2014 de Academie van Kunsten weer in de KNW is. En dat is een van de mooiste dingen die er de afgelopen tijd gebeurd zijn. En dit zouden we dit moeten we veel meer munten nog. Nog veel meer operationeel maken, maar ook uitbuiten. En dan bedoel ik natuurlijk in de zin van die enorme kennisdeling. We staan aan het begin daarvan. Dat zou zo mooi zijn als vooral de KNW daar ook een plek voor zou zijn. Ja, nou ja, die MUP, wat ik net zei, hè, die modernisering van de universitaire bestuursstructuur. Dat is een wet die de structuur van de universiteiten bepaalt en die wellicht de oorzaak is van heel wat van die bureaucratie waar kunstenaars, maar ook wetenschappers tegenaan lopen en die ook beperkend zijn in vrijheid van beoefening van je vak. MEUP heet het. MUP. Ik dacht ook MEUP en dat vind ik eigenlijk veel mooier. Dat heeft omdat dat klinkt als. Maar die wetten die werken dus allemaal tegen ons. In plaats van dat het onderwijs, wetenschap en de kunsten faciliteert. En dat zou het natuurlijk moeten zijn. Politiek moet dienend zijn, niet leidend. Het is ook wel veelzeggend, vind ik. Ja, misschien ben ik een slecht voorbeeld, maar dat ik hier nog nooit van gehoord had, de MUP. Wel tijd inderdaad om daar dan eens heel erg goed naar te gaan kijken, ja.
Was jij er bekend mee, met de MUP? Ja, helaas wel. Helaas wel, ja. Ik kijk nog één keer naar Annelies. De levendige uitwisseling online moeten we vooral vasthouden. Het lijkt me prachtig. Wij hebben nog wat tijd, maar we hoeven de tijd zeer zeker niet vol te maken. Ik denk dat bij iedereen ook wel een beetje wat vermoeidheid gaat plaatsvinden. Mede ook omdat het toch wel, laat ik zeggen, apart is om zowel hier live te zijn als online allerlei mensen te weten. En wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat u daar allemaal bij bent geweest. Dus ik wil eigenlijk inderdaad naar een afronding gaan. En toen we dit voorbespraken, Jelle en Marieke en ik, toen schetste Jelle zo'n beetje de horizon van wat de gespreksleider zou moeten doen om zo'n avond als vanavond samen te vatten. Ik vrees dat mij dat toch niet echt gaat lukken, Jelle. Het is een weerbarstig en lastig onderwerp. Schurende vrijheden. Want als iemand aan mij vraagt, heb jij in je onderwijs, en dan bedoel ik puur mee op inhoud, wel eens het gevoel gehad dat je als het ware gecensureerd werd. Dus als je bijvoorbeeld een seminar aanbood, dan moet het antwoord zijn nee. Ik heb altijd die onderwerpen met studenten gedeeld waarvan ik vind, en dan kun je natuurlijk nog de discussie stellen waarom ik dat vind, maar waarvan ik vind dat het belangrijk is om ze te bespreken. In de hoop inderdaad, en dat is mijn enige doel geweest, kritische betrokken burgers uiteindelijk af te leveren. Maar niet zo van, jij mag alleen nog maar nu over, ik noem maar wat, Picasso onderwijs geven. Ik bedoel, zo, dat zou bijna de karikaturale tegenoverstelling zijn. Maar wat je wel merkt, is dat de protocollen en de regels en de formats dermate dwingend zijn dat de spelruimte die je hebt binnen je eigen vakgebied wel steeds kleiner wordt. Bijvoorbeeld, er doet zich iets voor, iets urgents, er gebeurt iets in de maatschappij, in de wereld. Je wilde eigenlijk onmiddellijk met studenten iets mee doen. Dat kan niet, want het onderwijsprogramma van volgend jaar is ook al klaar en ingevuld. Misschien niet helemaal jouw onderwerp, maar toch wel, jij doet iets met hedendaags en dit en dat. Ja, dan kan je niet zomaar ineens zo'n seminar uit de lucht toveren. En dat kon voorheen wel. Daar was in dat opzicht ook meer vrijheid om ad hoc te reageren op wat de maatschappij leverde. Het zou heel mooi zijn als dat weer zou kunnen. Maar het hele begrip vrijheid met die enorme spanwijdte aan betekenissen die het heeft, misschien nog wel meer tegenwoordig ook door corona en alle maatregelen dan voorheen, is het langzamerhand zo sleets aan het raken. En terwijl het zo'n enorm belangrijk en waardevol begrip is, vrijheid is natuurlijk iets wat we ons nooit moeten laten ontnemen. En welk onderhoudswerk moet worden gepleegd. Ik denk, zoals Jelle eerder zei, onderhoud om weer het vertrouwen te geven aan de mensen die de kennis hebben, de inzichten hebben, de goede wil hebben om jongere generaties en trouwens ook wel ouderen te bedienen en wegen te wijzen, zover als dat kan. Vertrouwen. Jij noemde broederschap in het begin, Jelle. Broederschap, zusterschap, hoe dan ook, maar in ieder geval wel een van die drie belangrijke noties. Dat betekent dat je ook om elkaar geeft en dat je uiteindelijk ook je daarin niet laat beperken in de vrijheid. Om met mensen in interactie te gaan, om je te verstaan met elkaar, maar ook om daar weer vertrouwen te hebben. Ja, het klinkt misschien een beetje zalvend zo langzamerhand, maar het zijn wel hele wezenlijke dingen. En onderhoudswerk, misschien moeten we daar nog maar eens goed over nadenken, waar we dat precies moeten gaan plegen en wat we dan ook zelf natuurlijk kunnen doen. Dus ik wilde, zonder dat dit natuurlijk ook maar in de verste verte een conclusie is, we hier wel mee besluiten. Wat ik nog was vergeten te zeggen, maar dat is u inmiddels wel duidelijk, het is opgenomen. Het gaat uiteindelijk een deze dagen of misschien over een week op het YouTube-kanaal terug te zien zijn, de YouTube-kanaal van de KNAW. Dus dan mocht u dat willen, kunt u daar nog weer naar kijken. Zoals in het begin gezegd werd, het is de eerste van vier bijeenkomsten. De tweede vindt plaats op 21 februari.
no-go's, vrijheid, engagement en verantwoordelijkheid in kunst en wetenschap, met dan als sprekers Ingrid Robijns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht, en Arnon Grunberg, schrijver en columnist. De aanvang is ook weer om 19:30 en wij hopen natuurlijk dat we dan hier ook publiek mogen ontvangen. Dat de deelnemers ook inderdaad fysiek bij ons aanwezig zullen zijn. Maar u kunt daar ongetwijfeld alles gaan vinden op de website dadelijk. De versoepelingen komen eraan. Het schijnt echt te gaan gebeuren. We weer op naar het museum, het theater en de concerten. Ik kan niet wachten, werkelijk. Dus daar, dan hebben we ook in dat opzicht weer een mooie ervaring te delen. Ik wilde de sprekers heel graag heel erg danken voor hun bijdrage, hun meeslepende verhalen. De techniek, die hoort en ziet u niet, maar ik wel. Ik hoor ze niet, maar ik zie ze wel. Fantastisch werk geleverd. Annelies, sowieso natuurlijk onze steun en toeverlaat in de Academie van Kunsten. Jawel. In ieder geval, grote dank aan iedereen. De bedoeling is dat na afloop van deze 4 bijeenkomsten er een cahier komt, tekst, een brief, dat wordt dan een brandbrief, denk ik. Die de oogst en ook de evaluatie van wat we in die 4 keer hebben willen doen, moet gaan behelzen. Dus ik zou zeggen, als u nog goede ideeën heeft, zet ze vooral even op. Nou ja, ik durf het haast niet meer te zeggen, zet ze op de mail naar Annelies. Maar hele goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. En dan wil ik hier graag nu mee eindigen. En ik wens u nog allemaal een hele fijne avond verder. En dus op naar het museum, op naar de concerten. Yes. Mm-hmm.